Wietse kruipt toch op de fiets vandaag. Gisteren kon hij zijn training al niet afwerken. En dus wil hij vandaag sowieso wat kilometers gereden hebben. Al doen zijn polsen en duimen toch serieus zeer. Ja, gisteren tijdens mijn trainingsritje reed ik gewoon aan de kant van de weg. En er was een kind met een speelgoedauto aan het spelen op benzine. Ja, en die reed me zo omver. Dus dat was weer een aanraking met de harde ondergrond. Een speelgoedwagen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, iets opgevoerd op benzine van metaal, dat met gigantische snelheid afkwam. Aan die botsing houdt Wietse gekneusde polsen en duimen over. De zoveelste blessure dit jaar. Het lijkt wel alsof pech hem maar blijft achtervolgen in 2013. In maart had hij al een zwaar accident met zijn motor. En twee weken geleden liep hij in Kokseide nog een hersenschudding op bij een val. Na een tijd leerde wel relativeren en ja, gewoon terugvechten en zo. Maar mensen, ik ben ook niet... Niemand die dat heel rap zijn hoofd gaat laten hangen. Maar ja, na een tijd moet er wel een einde aan komen natuurlijk. Anders ga je het niet kunnen blijven opbrengen. Na zoveel pech zijn de ambities van Wietse voor dit seizoen dan ook beperkt. Ja, herstellen zo goed mogelijk. En ik wil sowieso nog wel mooie wedstrijden rijden. En mijn ambitie is om zo weinig mogelijk nog dingen tegen te komen. En gewoon het beste van mezelf te laten zien